Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ja, in Enschede. Ja, en we zijn nu bij de Primark. We gaan winkelen. Ja, maar ja. Het was tijd voor de kinderen. Ja, dat. Dus dat gaan we doen. Tot later. Daar loopt ze hoor. Lange Jan. Hi. Hi. We hebben bijna de hele winkel al gehad. We hebben bijna de hele winkel al gehad. En ik heb een volle tas. Ik koop niks voor de kinderen. Nee, doe ik niet. Ik koop helemaal niks voor de kinderen. Nee. De tas past niks meer in. Nee, hè? Nee. Dus dat. Eerste keer Primark beleving. Ja, eerste Primark beleving. Een volle tas. Tada! Ja. Wat gaan we doen? Brunchje. Brunchje. Ja, dat. Oké, waar zijn we allemaal geweest? Primark, Rituals, TK Maxx, ja. TJ Maxx, TK Maxx, TK Maxx. Vibra, Zeeman. Die grenzen. Hema, MS mode. Hema. Ja. We gaan niet allemaal vertellen van welke winkel we alles hebben, want alles zit door elkaar. Maar we gaan wel een shoplog houden. Dus, dat is geen idee welke winkel meer. Oh, TK Maxx. Wat hebben we hier? Oh ja, TK Maxx. We zouden nog wat zoeken om uit te proberen. Als het goed is, hebben we er twee van. Dit was Strawberry Shortcake KitKat. En dit is Chinese, iets met aardbeienrommel. Ja, dus we zijn in de aardbeienmoed. Ja, en andere hadden ze niet, dus ja. TK Maxx. Je moet maar je gezicht wassen op de camping. Voor Truus. Jente. Liam. Dit was bij Flying Tiger. Dat was bij de Flying Tiger, ja. Dus kijk, alles bij elkaar. Surprise, surprise. Dat ging Jente straks zelf doen. Surprise, surprise. Dat doen we later ergens. Ja, dat. We hebben deze voor spinnen op water en zand. En we zijn ook nog bij de Holland & Barrett. Ja, want ik moest natuurlijk weer shampoo en aftersun. Dat. Volgende tasje. Ik ben gek van Rituals, ga ik goed op. Ik heb conditioner gekocht, want die had ik nodig. En ik wilde shampoo en body bar wilde ik uitproberen. Want ja, hè? Moet ze wel gewoon proberen. Dan hebben we die grenzen. Dat laten we de kinderen straks proberen. Dit zijn marshmallow met koek eronder en sprinkels. Wil ik er wel even bij vermeld hebben, we filmen niet alles wat geproefd wordt. Nee, dit. En ook nog in de gekleurde versie. Dus ik ben benieuwd wat de kinderen ervan vinden. Dan hebben we... Jente is gek van pingwings. Ja, een zak of 20 hebben we inmiddels. Ja, want 16 zakken hebben we. Jente moet binnenkort roteren, want ze is bijna jarig. Dus... Ja, op 3 verschillende plekken, dus we hebben pingwings. Dat. Er werd mijn favoriete drankje uitgedeeld voor de Primark, dus die hebben we ook. Ja, alleen die suikervrij. Ja, dat is wel een beetje jammer. En we gaan de volgende tas pakken. We hebben 2 keer die grenzen gehad. Ja, we hebben nog marshmallows. Paw Patrol! Super Patrol! Nou, Jinten moet glutenvrij, mag normaal geen smarties, maar deze mag ze wel. We hebben nuts. Jente mag normaal geen KitKat, maar deze zit geen koek in, dus deze mag ze wel. Daar hebben we meerdere van, dus die gooien even uit de tas. Ja. Die jongens van haar, Julan en Oud, zijn gek op deze cookies. Ja. Dus die hebben we voor hun meegebracht. We moeten zelf ook nog wat snijden hebben vanavond, dus we hebben Rolo. Zakken. Voor mij. Al onze kinderen hebben wel iets wat neurodivergent is. Ja, ADHD, dat soort dingen allemaal. Dit zijn van die... van die TikTok famous... Dat. Dus die hebben we ook gehad. Hebben gehaald. Wacht, die oranjes is voor mij.
Oeh, oh, hij flikker. Nee. Ja, we zijn hier al stapeltjes aan het maken. Er is iemand bijna jarig, dus we hebben cadeaus meegenomen. We hebben nog meer pingwings nog. Ja, hoor maar bij die dan. Ja, ik ben zo. Ga weg! Ja, ik doe mijn ogen dicht. Als je maar even mijn... Dat is Matthijs die langs loopt. Ja. Hey, loop maar gewoon. Ja, kijk maar gewoon daarin. Doei. Nee, ik moet... Ja, loop maar gewoon in kant, maar je gaat vallen. Je moet die kant op. Hey, je kookt hier van die dingen. Ga weg! Je hebt ook... Ga weg! Ga weg! Tst. Ze mogen niet zien wat we allemaal gekocht hebben. We hebben nog geen smaak. We zijn ook bij de HEMA geweest, want ik had boxen shorts voor die kleine Apples nodig. Weer een tas leeg. Ja. Yay. Hey. En naar beneden gooi dat ding. Oh. Hey! Matthijs heeft hem ook. Oh, dan kunnen we hem even laten zien. Kijk. Dit. Ja! Dat. Dus we hopen dat ze daarom heb ik nodig. Ga met banaan. We zijn ook bij de MS mode geweest voor mij. Ja. Men die heeft uitgebreid voor zichzelf geshot, mag ook wel een keer. Oh, let niet op de was trouwens, dat hangt hier te drogen. Campingwas. Broek. Met shirt. Shirt. Setje. Voor een ander moment. Spijkerjack. En nog een heel lekker vest. En nee, ik ga het niet showen nou. Jullie dat zien vanzelf wel wanneer ik het aan heb. Nou komt... mijn Primark vlog. Ja. We proberen alles in 10 minuten te douwen. Ja, dat. Paw Patrol, niets is er al. Ja, dat. Dit is voor Niels. Want hij denkt dat hij de koning is, maar dat is hij niet. Ja, bij deze. Haar kinderen vinden Minecraft ook leuk. Dus check. Bij deze. Ja, daar gaan we in. Haar kinderen vinden ook... Ik wou zeggen Paw Patrol. Pokémon. Het is namelijk zo, we hadden voor Jint een beker gekocht. Maar hey, ze wilden er ook een. Dus we kwamen deze tegen. We dachten, yes. Ja, is dat. Dan heb ik Scooby-Doo voor Niels. Dan heb ik een handdoek met Paw Patrol, niets te dol. Ja, dat. Dan heb ik 2 korte broeken. Ja, dit gaat even vlot door hoor. Nog 2 korte broeken. Ja, je doet maar. Dan heb ik pyjama voor Liam. Pyjama voor Sam. Pyjama voor Jordi. Drinkbeker voor Jinte, want Jinte is gek op. Stitch, onder andere. Ik heb Sonic, want Liam is net Sonic. Ik heb nog een handdoek. Voor die andere. Ik heb Batman. Want Liam is niet altijd even lief, maar hij is ook af en toe stout. Batman. Ik heb een haai. Hi. Hi. Ik heb... Nog meer hi. Ja, nog meer hi. Deze zag ik. En ik dus zei gelijk, ja, leuk. Zeker. Met een broekie. Die heb ik dus 2 keer. Oh, ik heb zij heeft meerdere kinderen. Ze heeft ook nog Matthijs die je net zag. Die is gek van. Naruto. Die. Dus die hebben we ook. Als ik het goed uitspreek. Dan heb ik deze nog voor Jordi. T-shirt. Dan heb ik een korte broek voor Jordi. Deze. Kan je die zien? Deze. En we hebben Paw Patrol voor Sammy. Hallo. Er komt nog iemand spieken. Nee, je mag niet spieken. We hebben deze voor mij. Dit is een trui voor mij. Hij is al weg. Ja, hij denkt ik krijg daar klappen. Ja, dat. Een joggingbroek voor Jordi. Doe hem ook echt. Dan heb ik nog een beker voor een van die tweelingen. En ik heb 2 keer bubblegum voor die tweeling. En 2 keer slippers voor mijn 2 kinderen. En een lege tas. En een lege tas. Dus dat is wat ik bij de Primark gekocht heb. Nou, dan ga ik wel even mijn Primark rondje. Ik en Jinte hebben allebei, ik ben niet van de Stitch, maar Jinte is van de Stitch. Maar hebben allebei deze pyjama. Ik koop voor haar altijd een XS'je, want dan heeft ze een extra lange tot aan enkels.
En ik heb dezelfde, want dat vindt ze helemaal leuk. Pleur dat er binnen. Ik heb voor Maltese, die heb je net gezien, deze saaie trui. Maar hè, pubers willen niks anders tegenwoordig. En ik mocht voor hem een zwembroek uitzoeken. Heeft hij gewoon pech. Want we hebben flamingo's. Eentje slaapt altijd met een oogmasker. Dus we hebben een stitch oogmasker. Want dan vindt ze zus leuk. Dan ga ik zelf in mijn campingtrui. Speciaal voor mijn dochter. Met stitch. Lekfout. Doe ik alleen aan op de camping. Anders ziet het er niet uit. Voor haar hebben we deze t-shirt. Stitch. Stitch. Met een broek. Yay. En een voetbalshirt voor een van de jongens. Een heel fout, misschien kennen jullie het nog wel van vroeger op de tv. Dit doet ze als pyjama aan. Want dat is ook best een mooi groot shirt. Ik wil ze graag kunnen zien op strand of zwembad. Dus altijd neonkleurige zwembroeken. Dan hebben we hier natuurlijk de roze versie. Dan hebben we nog zo'n sportshirt, want hè, tweeling. Dan hebben we deze. En deze kan je onder je magneet onder je shirt doen. En dan op je schouder zo. Super schattig. Met een bijpassend schoudertasje. Bijpassende sokken. Met bijpassend eetgerei. Want hè, glutenvrij, dus we moeten wel eens wat eigen bij ons hebben. Met de outfit compleet. Met zijn schoenen. Daarnaast heeft ze vaak glitters aan. Dus glitteren schoenen. En bijpassende boodschappentas. Laatste tas. Dan komen we bij de laatste tas. Tandenborstels voor Inge. Ja, voor de camping als ik logees heb. Dan hebben we natuurlijk... Oh, deze tas is de verkeerde. Een sportshirt voor één tweeling en een ander. Voor de groene en de blauwe. Dan hebben we voor mijn kind met Down een pakkie. En dan hebben we weer een tweelingshirt. Een groene en een ja, donkergrijs, bijna blauw. Dan moet iemand douchen op de camping, maar we hebben geen slippers meer. Dan moet ze daarna ook nog wat bijpassends aan. Dus een broekje met een naveltruishirtje dingetje. Dan is de tweeling weer in het groen en in het zwart. Ik moet zeggen, ze hebben niet altijd hetzelfde aan, maar dat vind ik wel grappig. Dan heb ik nog voor mijn kinderen alle drie zo'n korte broek. En ik heb voor Liam of Sam en Sam nog twee shirts. En dat is wat we gekocht hebben. Want de tas is zo leeg. Ja, dat. Dus bij deze. Dit was onze shopvlog. We gaan nu weer genieten. We hebben gezegd dat Mandy weg moet. En wij gaan nu de vlog overnemen. En dingen unboxen. Zoals deze. En nu gaan we deze. Van de... Flying Tiger. Ja. Dat is een Griekse tasje. Ja. Die koop je dan voor 4 euro en dan weet je niet wat erin zit. Mm-hmm. En dan vind ik altijd het leukste. Ja. En dan heb ik een nieuwe kleren, zoals deze Stitch. Gewoon heel handig, in Duitsland gekocht. Dit is zo'n magneetding waar hij op kan plakken. En in Stitch komt, zit een magneet, dus hij blijft zo plakken. Dat staat in beeld, dat is niet handig. Ja. En een zakje, dat is een foto. Ja. Van Stitch. En mag ik op zijn bank staan? Doe maar zo. En nieuwe schoenen, van Stitch. Nu ga je tasje unboxen. Moet je hier in beeld gaan zitten, want anders dan kunnen ze niet zien wat je eruit haalt. En nu ga ik hem open. Ik zal hem vasthouden. Het eerste wat er uitkomt. Gaan we kijken. Kinderding is zo'n wagen die je in elkaar kan zetten. Een
een ijskoelwagen. Nou, dat gewoon tafel, ja. En het tweede is... Een heksenboekje. Ja, een heksenboekje. Laat het zien. Dat is het boekje met een heksenkasteel erop. Ja. Een volglees. Plakband. Wauw. Deze kleuren. Deze ding. Je moet even zitten, want ze zien je hoofd niet. En nog meer plakband. Helemaal aan jou besteed dit pakket. Ja. En wat is dit? Een stempel. Van een? Stem. Zit er weer in. Tandborstel van hout. Hoe lekker. Wil je lekker je tanden mee vassen met houten stokjes? Een autootje. Dan trek je het heel achteruit en dan draait je het zelf. Roze. Nou, wel roze ook nog van jou. En nu? Kun jij met auto spelen? Niks meer. En nu niks meer, oké. En nu gaan we naar het volgende tasje. Ja. En deze is voor de ouders. Net hadden we de kids-editie. Maar nu de ouders-editie. Lukt het? Ja. Nee, dit is er niet eens in. Dat is wel mooi. Weet ik niet wat dit is. We gaan kijken. Een placemat. Dan kan je er je bad op zetten. Dit is ook handig voor mij. Is dat ook handig voor jou? Oh, ja. Dus bij deze al ingepikt. Oh, wat is dit voor iets moois? Wacht eens, kijk op het kaartje. Oh, dit kan je over je tas doen. Dan is je tas blijft droog. Ja. Ik zal hem even uitpakken. En... Lila paard. Je moet even zitten, want ze zien je hoofd niet. Zou, wat heel veel van mijn lievelingskleur is. Nieuwe badmuts. Niet? Oh. Niks gebeurd. En nieuwe lampjes. Oh, mooi. Dan kan ik mijn bed mee versieren. Ja. Dan hoef ik niet meer in het donker te slapen. Dat was de tas leeg. Niks meer. En nu gaan we pinguïn snoepjes uittesten. Je moet even zitten, want je hoofd is eraf. Kijk. Kijk. We hebben een zwarte. Een roze. En een blauwe. Die is lekkerste, proef maar. Nee. Oh. En ik heb al... voor geproefd vandaag. En nu ga ik als eerste beginnen met de zwarte. Oh, dat is mooi. Smaakt je lekker? Nou, we gaan nu de vlog afsluiten. Nee, we hebben nog meer dingen. Oh, heb je nog meer dingen? Oh, mag ik nog niet de vlog afsluiten? Nee. Oh, ben je nou niet klaar? Ga je met volle mond praten? Nou, ben je opschieten? Anders doet die vlag een half uur. En we hebben deze. Hoe werkt het dan? Als je make-up schoonmaken. Heb je gezicht wassen, ja. Je tanden poetsen. Mm-hmm. Zonder lange haren en je tandenborstel. Oh, wacht. Laat even zien hoe je tanden moet poetsen dan. Ik heb net een tandenborstel gekregen. Nee. Oké. Met die houten tandenborstel. Ja, ik kan mijn tanden poetsen. Ik krijg hem weer thuis. Maar deze verpakking is niet voor mij gemaakt. Mooi. Zo. Ben je helemaal fantastisch. En dan kan je je gezicht schoonmaken of make-up erop doen. Of je haar wassen. Mm-hmm. Zonder dat je gezicht nat wordt. Ja. En? Wat heb je nog meer? Mooie boodschaptas. Voor de hele week boodschap. Ja, wel een mini, maar wel van Stitch. Nou, dan gaan we nu de vlag afsluiten dan? Nee. Oh. Wat heb je nog te vertellen dan? Kijk. Oh, de boodschappentas. Voor de hele week boodschappen.
Ik denk dat dit voor jullie in spiegelbeeld staat. Ja. Maar het is op zich. Deze. Nou, jullie zien wel, Jint is super blij met al haar Stitch-spullen. Ja. Dus en als je Stitch-spullen zoekt, moet je naar de Primark. Ja, in Duitsland. Nee, in Nederland. Nee, in Nederland. Daar zijn jullie geweest in Duitsland? In Nederland zijn we geweest in de Primark. Oké. Okay. Klinkt een beetje Duits misschien voor jou, maar het is Nederland. Ja. En dat was de vlog weer. Doei! Nou, wat hebben we hier? We hebben Fluff Rainbow. Fluff Pinko. En Unique Labius. En nou, Julan en Matthijs gaan ze het proberen. Nou, maak het wel een weg, man. Ik heb dit. Ja. Dat is koek met marshmallow en sprinkles. Ja. Eigenlijk moeten jullie gewoon alle drie hetzelfde op dat moment proberen. Hè? Want dan kunnen jullie alle drie vertellen wat je ervan vindt. Ja, dus één tegelijk. Ja, één soort tegelijk. Ja, doen we eerst die van Julan. Nee, wacht even, Nout. Je moet eerst die van Julan even. Even aan de kant leggen. En allebei allemaal eventjes eentje bij Julan wegpakken. Ja. Dan gaan we proeven. Oh, doe je heel goed, Julan. Zo ziet hij eruit. Ja. Nou, gaan we proeven. Ja, en dan moet je vertellen wat je proeft. Wat smaakt het nou? Marshmallow. Je merkt dat de koek smaakt heel vlees. Met zachte koek en een beetje harde stukjes. Ja. Is dat lekker? Mm-hmm. Jawel. Ja? Lekker, Matthijs? Mm-hmm. En smaakt het dan naar aardbei of naar framboos? Aardbei. Hagelslag. Naar hagelslag? Ja, hagelslag. Ja. Gewoon vruchtaanvlak. Vruchtaanvlak, ja. Geen sprinkels? Ja, een beetje. Bij het begin dus proef je meer koek en daarna weer meer hagelslag. Oké. Okay. Nou, volgende. Alle drie eentje daaruit halen. Even laten zien. We hebben ze gekocht bij die grenzen. Dus als je ze zelf wil proberen. Goed zo. Jint is bij dit, niet op de vlag met dit proeven, want het is niet glutenvrij. Nee. Dit is weer wat harder. Ja. En wat meer sprinkels. Ja. En wat meer. Kan je uitjes trekken een beetje. Oké, okay. Ja. Dus is iets fluffier. Ja. Ja. Oké, okay. Iets meer marshmallow-achtig. Welke is nou lekkerder, de eerste of de tweede? De eerste. Deze. Oké, okay. Tweeling, twee verschillende smaken, hè? Nou, die van Matthijs. Dit is net als het eerste. Ja? Je smaakt weer heel veel koek aan het begin. Dan marshmallow en dan je hagelslag. Welke is het lekkerste van de drie? Mijn. Al drie. Ja. En Nout. Oké, okay, alle drie even lekker. Nout en mijne. Ja? Ja, even. Jij vindt die het lekkerst? Die wel. Deze. Ja. Oké. Okay. Een beetje hard. En hoe krijg je algemeen cijfer? Super lekker of een beetje lekker? De eerste 7. De tweede. Dat is die van Nout. 7,5. En de andere 7. De andere 7. Ik vind de eerste. Deze. 6,5. Ja. Tweede. 7. Wat? Dit is de tweede. Die is de 7 van 10. En die derde? 5. Oké. Okay. En Matthijs? Ik vind ze allemaal een 7. Jij vindt ze allemaal een 7? Verschil. Oké. Oké. We hebben hem uit. Ja, gaan we ze verdelen. Blijkbaar is straks mijn vlog overgenomen door deze mevrouw. Ik wist van niks. Ik was gewoon weggestuurd. Ze hebben mijn telefoon gepakt en ze zijn gaan filmen. Schandalig.
Maar hey, ik moet die vlog editen, dus ik bepaal wat erin komt. Hey, ik zal het er helemaal in laten, oké? Maar blijkbaar had ze stempels gekregen bij de verrassingspakket. En ik zei, ik ben toch al getatoeëerd. Ik zeg, kom maar op. Dus ze heeft mij versierd. Met alle tattoetjes? Ja. Die waren? Ja. Ze heeft bij alle kindjes heeft ze een tatoeage gemaakt. Ja, en bij Jordi 2. Ja, Jordi 2. 3 zelfs. Zie je? Ja. Maar dat maakt niet uit. Duco is feest thuis. Nee, Duco is sporten. Hmm. Dus, ja. Ik kan nu gewoon voor zijn. Dan heb ik weer ideeën voor de volgende tatoeage. Een hele goede morgen! Ja, we hebben net croissantjes gehaald en hij heeft dat gezien, dus een broodje. Maar die is even op de camping, dus vandaag, ja, vandaag laatste dagje camping, papa. Dus we gaan nog even een dagje genieten. En morgen gaan we weer naar huis. Dus dat, toch nieuws? Ja? Ja, ja, tuurlijk. Ja, nou dit nog, hè? Jawel! Jawel! Een hele goede morgen. Wij gaan er bijna vandoor. Maar we moeten nog iets doen. Want we hadden deze natuurlijk gekocht. En die moeten we nog testen. We gaan eerst de aardbeien doen. Ja, goed. Het is zo'n... Een mini editie. Dat was schijfverpassing. Ja, dat wel. Oh, je kunt je naam erachterop schrijven, kijk. Oh, dat is handig. Van Piet. Niet oeh, hij ruikt echt naar aardbeien. Heel zoet ook. Oh nee. Heel zoet. Naar buiten van de kustgebied. Jezus. Een hele chemische aardbei. Zie je Julan proeven? Nee. Echt chemisch. Is het waard? We hebben er 5 euro voor betaald. Nee. Jezus. Vind je lekker? Beetje. Een beetje? Aan het einde. Als je... Nee. Als je die ziet, hoef je niet te kopen. Ja. Deze. Ik vond het niet zo gek dat het daar ligt. Nee, dat. Hier hebben we ook 5 euro voor betaald. Dit is strawberry shortcake. Er staat in het wit van wat wel hoe je er een kraanvogel van moet vallen. Ik weet niet of dat met of zonder koekje is, maar... Ja, dan moet je hem wel op hier zo afscheuren. En ook hier kun je naam wel schrijven. Maar deze is wit. Ruikt minder aardbeien en ook minder zoet. Ja, ruikt. Kom maar. Deze is lekkerder. Ja, maar ja. Hij mag niet lekker lekker. Nee, ja. Wij blijven toch iedere keer terugkomen op de puur. Ja, of die met hazelnoot. Ja. Hier zit parfum aan. Proef je dat? Hier zit een parfumsmaak aan. Ja. De na, ja. Zeg maar. Ja. Chemisch vies. Ja. Niet kopen, is niet waard. Ja. Niet voor niks dat het op staat van niet te vreten. Nu Julan, opeten. Nee. Jawel. Nee. Roep je broers maar dan. Hier. Kijk of ze het eet. Ja. Die heeft mij getroffen voor nou, wij... Bij deze was het. Niet aan te raden. Dat hoef je niet te kopen. Nee. Na het proeven zijn we gelijk naar huis gegaan. En nu... Gaan we benden ruimen en wassen, et cetera. Dus ja, en PSV is kampioen. Yay. Niels is blij, mij boeit geen ene. Dus dat, ja dat. Maar Niels gaat op de kinderen letten. Die gaat eerst spullen naar boven sjouwen en dan kan ik aan de slag. De vakantie is voorbij. Yay, we liggen weer in ons eigen bedje. Ja. En de kinderen slapen ook. Ze zijn gedoucht. Zelfs Joef is gedoucht. Mm-hmm. En dat is wel boos op mij. Ja, die wilde niet de douche in. Ik snap het ook wel.
ik ben was aan het wassen en alles opgeruimd enzovoort. Eten gemaakt. En eigenlijk gewoon weer geen tijd meer gehad om te vloggen. Maar goed, vakantie is voorbij. Morgen begint school weer. Dus nieuwe week. Nee. Dat betekent dat we deze Upsilon af gaan sluiten, want we gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.